Ik ben Willem Ties en ik debuteerde in het jaar 2006 met de bundel Tundra. En dat was bij uitgeverij 521. Dat was in de befaamde debutantenreeks The Sandwich. Mijn oudste gedicht in mijn debuut was denk ik wel 12 jaar oud, al in dat jaar 2006. En natuurlijk was er veel meer, was het Leeuwendeel, was wat recenter, van recenter datum. Maar, en ik was toen een stuk jonger, rond de 30. Dus ik had veel gedichten geschreven toen ik 25 was, 26, ik bedoel in mijn 20er jaren. En ik ben misschien ook nog eens een laatbloeier, dus ik denk dat er, het had wel iets puberaals ook wel sommige gedichten, als ik het negatieve aspect even belicht, hè. Het had ook wel iets van adolescentenpoëzie hier en daar. Zwart romantisch, wel zwaar soms, bombastisch, maar ik vind het als debuut wel geslaagd. Maar ik denk dat Meer mensen dan reddingsvesten mijn meest persoonlijke bundel is. En ik had ook een andere manier van schrijven. Het was heel fysiek, ik schreef heel fysiek en bijna fysiek, maar heel intuïtief ook. En bij mijn voorgaande bundels, zeker bij mijn tweede en derde bundel ging steeds preciezer schrijven en steeds fijner, zeg maar, steeds ook wel gedetailleerd, maar heel exact. En ik ging een gedachte of een gedachtegang echt uitwerken. En nu wilde ik het juist wat minder met een soort vooropgezet plan en minder. Ik wilde echt kijken waar het gedicht mij naartoe zou leiden en ik wilde het eigenlijk de vrije teugel geven en niet zo beheerst schrijven. Ook wel autobiografisch, maar ik denk dat het eigenlijk niet van belang zou moeten zijn. Het zou evengoed puur fictie kunnen zijn. Maar goed, dat wil ik dan nog wel verklappen. Het is wel degelijk voor een groot deel autobiografisch, of het heeft een hoog autobiografisch gehalte. Want ik kon daar gewoon niet omheen. Ik kon niet om die persoonlijke crisis en die relatiecrisis heen. Die heeft zich natuurlijk, ja, die heeft een grote invloed op je leven. Grote weerslag gehad op mijn leven. Dus die heeft ook een weerslag gehad op mijn poëzie. Dat heeft zich gewoon geforceerd, als het ware. Die heeft ook een breuk in mijn poëzie geforceerd. Ik ben daarna sindsdien anders gaan schrijven. Ik heb heel lang ook niet geschreven. En toen ik toen weer, toen de pen weer over het papier bewoog, was mijn poëzie anders, was veranderd. Zoals iedere band ook altijd zegt bij het laatste album, dit is het beste album, hiermee hebben we onszelf zijn we onszelf ontstegen, hiermee zijn we tot grote hoogte opgestuwd. En dat zegt iedere band bij elk nieuw album en ik heb het ook altijd gezegd bij elke nieuwe bundel. Alleen, en nu moet ik waarschijnlijk heel serieus en ernstig gaan nadenken over 3-4 jaar als mijn volgende bundel weer uitkomt. Maar deze bundel, of ik deze nog zal kunnen evenaren of zelfs verbeteren, dat betwijfel ik.